Het is gewoon Kalashnikov. Ja. Waar je die magazine doet, en zie je in de film meestal, weet je. Want in de waarheid heb ik nog nooit gezien, weet je. De eigenaar van souvenirwinkel Boeddha op de Haarlemmerstraat is donderdagmiddag 22 mei rustig aan het werk als ineens een bezorger de winkel binnenstapt. Hij komt een pakketje afleveren, maar de winkelier heeft helemaal niks besteld. Onze winkelnaam staat erop, straatnaam staat erop, winkelnummer staat erop, weet je, postcode staat erop. Zo weet je, net als je altijd onze bestellingen komt. Zodra hij het pakketje opent, blijkt er een machinegeweer type Kalashnikov, zoals te zien op dit plaatje, met bijbehorende kogels in te zitten. Hij belt gelijk de politie. Ik ben gewoon verbaasd, weet je, wat in dit soort, zo midden in de stad, kan iemand zo makkelijk aan iemand een Kalashnikov leveren. Ja, dus het is een beetje onbegrijpelijk, weet je. De winkelier heeft geen idee waarom het vuurwapen bij hem is afgeleverd. Hoe reageerden andere mensen die je het vertelde? Ja, die zijn allemaal, die zijn nog steeds, weet je, vragen zijn mee af en toe als ik buiten bij de winkel, weet je, op de stoep zit. Heb je wel een feestje aan? Heb je wel een feestje aan? Ik zeg nee, nog niet. Ik heb wel besteld. Misschien die levert die ook iemand later.